Het is 1 uur. Dit is het journaal met Martien Tange. Goedemiddag. Dat de eindjaarsfeesten anders zullen verlopen dan anders, dat hebt u intussen wel begrepen. Het wordt een oudejaarsnacht zonder vuurwerk, al zeker in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. De gouverneurs verbieden het om samenscholingen te vermijden en feestvierders met verwondingen, want de ziekenhuizen kunnen dat niet aan. Sinds vorig jaar is er sowieso in heel Vlaanderen een vuurwerkverbod, maar gemeenten kunnen uitzonderingen toestaan. Zo gaan we dit jaar het nieuwe jaar niet in kunnen. Aftellen en dan vieren met vuurwerk. Ook niet in je eigen tuin. Toch alvast niet in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. Wel, in overleg met de burgemeester is beslist om dit jaar alvast zeker geen toelatingen te geven om vuurwerk af te steken. Heeft te maken met de veiligheid. Er zijn nog altijd samenscholingsverboden, mag men niet meer dan 4 bijeenkomen. En 2, ja, vuurwerk gaat geregeld gepaard ook met ongevallen. En de druk op onze ziekenhuizen is dermate groot dat we dat er echt niet bij kunnen hebben. Bij de vuurwerkwinkels komt de beslissing hard aan. Zo, hier waren we dan bezig om alles een klein beetje coronaproof op te stellen. Momenteel hebben we dat maar stopgezet sinds het nieuws van gisterenavond. Het is ingeslagen als een bom. Oudjaar brengt hier 1600 mensen op de been en moest het jaar redden, dat sowieso al slecht was, omdat ze ook special effects doen voor evenementen. Geen overleg, geen compensatie, er wordt niet over gesproken. Nederland krijgt 40 miljoen compensatie. Hier wordt er zelfs niet over gesproken. Alle bunkers zitten vol, alle investeringen zijn gedaan. Woedend, machteloos, zeer boos, zeer kwaad. Vuurwerk afsteken is in Vlaanderen sowieso verboden sinds vorig jaar, behalve als de burgemeester het toelaat. Minister van Dierenwelzijn Weits had hen al opgeroepen deze week om dat vooral niet te doen. Zeker nu we oudjaar meer thuis zullen vieren. Het is een heel moeilijke, sombere tijd, ook zeker in deze oudjaarsperiode. Maar we kunnen toch maar echt enkel hopen dat iedereen nadenkt over de gezondheid. Niet alleen covid-gerelateerd, maar ook brandwonden. Voor die enkele seconde plezier, als je dan een oogletsel oploopt of een ledemaat dat afgerukt wordt. Of brandwonden, zeker ook bij je kinderen. Doe het niet. Het kabinet van federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde bestudeert intussen of er geen algemeen verbod moet komen op vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. Een beslissing daarover zou er volgende week komen. En op Vlaams niveau laat minister Bart Somers van Binnenlands Bestuur weten dat hij de andere gouverneurs zal vragen om ook in hun provincie vuurwerk te verbieden. Ook kerstmis zal anders zijn. De kans is bijzonder klein dat we met de hele familie rond een grote feesttafel zullen kunnen zitten. Want het aantal coronabesmettingen zal tegen dan nog niet onder controle zijn. Dat zei premier De Croo in Vandaag. En dat lijkt me eigenlijk de logica zelf. Dat maakt het natuurlijk wel moeilijk voor mensen die alleen zijn. Er zijn heel veel moeilijke situaties die er gaan zijn. Maar laten we wel wezen. Het laatste wat we willen, is wat men later zou noemen een kerstmisgolf. Mm-hmm. Want als we rond kerstmis onvoorzichtig zijn, dan krijg je 3 à 4 weken daarna krijg je daar het resultaat van. De coronacijfers gaan intussen nog altijd de goede kant uit, al blijft de druk op de ziekenhuizen groot. Vorige week werden er elke dag gemiddeld 380 mensen met een coronabesmetting opgenomen. Dat is ruim een kwart minder dan de week daarvoor. In alle ziekenhuizen samen liggen er nu 5.897 coronapatiënten. 1.325 van hen op de afdeling intensieve zorg. En gisteren hebben 562 coronapatiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Er sterven nu elke dag gemiddeld 184 mensen aan corona. Ook dat is weer een lichte daling. Sinds het begin van de coronacrisis in ons land, in maart, zijn er nu 15.025 mensen aan de gevolgen van een besmetting overleden.
En bij ons, Cathy Allaert van onze wetenschapsredactie, een nieuwe symbolische grens is bereikt. 15.000 doden. Dat blijft relatief veel, hè, in vergelijking met andere landen. Hoe komt het eigenlijk dat België het op dat vlak zo slecht doet, als we alleen maar dat cijfer bekijken? Ja, dat is, zoals je weet, Martien, een moeilijke en vooral een delicate vraag, dat weten we. We staan weer in de top, daar kunnen we niet naast. We hebben zo een enkele weken die koppositie gedeeld met Tsjechië. Daar zijn we intussen uit, want we zijn intussen ook in het gezelschap van landen als Italië, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, ook met veel oversterfte, Portugal, Verenigd Koninkrijk, waar we toch overal zien dat virus geweldig aan het circuleren is. Maar we zijn hoe dan ook zwaar getroffen. Er is heel veel virus in het land. En het verschil met andere landen is vaak dat we zijn een klein land. We zijn een transitland, er komen veel mensen uit het buitenland naar hier ook. En als we hier getroffen zijn, dan zijn we veel homogener getroffen. Bijvoorbeeld als we vergelijken met Frankrijk, dan kan het best zijn dat het virus daar in enkele departementen zit en in andere departementen dan ook weer niet. Dus hier is dat min of meer gelijk verdeeld, maar het virus circuleert wel degelijk heel hard in ons land. Anderzijds is het wel zo, dat is iets wat we vooral weten uit de eerste golf, is dat we hier beter dan in andere landen rapporteren, dus dat we die cijfers heel goed, heel nauwkeurig bijhouden. Beter en anders rapporteren ook. Beter anders en anders. Stellen. En vooral de bewoners uit de woonzorgcentra, die een groot aandeel toch zijn van die overlijdens vooral, dat die hier veel meer in de cijfers worden opgenomen dan in de andere landen. En andere landen doen dat veel minder systematisch, zeker in die eerste golf. Dat zou nu in die tweede golf zou dat al een stuk meer gelijklopend zijn. Ja. Wat is eigenlijk het profiel van die dodelijke slachtoffers? Wie die besmet is, sterft er ook aan corona? We weten eigenlijk uit de eerste golf dat het vooral ouderen zijn. En dat is nu in die tweede golf niet anders. Als we eens kijken naar de grafiek wat betreft de leeftijden, dan zien we dat maar liefst de helft ouder is dan 85. 80% is ouder dan 75 en 90% is ouder dan 65. Dat betekent dus dat de groep 65-plussers, dat die echt wel de hele grote groep vormen, met toch vooral die 85-plussers die daarin de heel kwetsbare groep zijn. En als we in de volgende grafiek eens kijken naar de verdeling volgens geslacht, dan valt daar toch in op dat er iets meer, 51%, meer vrouwen zijn die sterven dan terwijl je mannen. Hoort dat mannen vooral vatbaar zijn. Ja, en dat komt eenvoudigweg omdat de helft van die coronadoden zijn ouderen, boven de 85. En in die groep, in die leeftijdsgroep, zijn er meer vrouwen. Er zijn meer vrouwen die heel oud worden dan mannen vandaar. Dus. Maar als we anderzijds kijken naar de groep, de jongere groep, tussen 45 en 64, dan zien we daar toch vooral dat daarin de mannen sterk oververtegenwoordigd zijn. We zien ook dat mannen veel vatbaarder zijn voor het virus, dat zij vaker ziek worden, zijn ook oververtegenwoordigd echt op de afdelingen intensieve zorg. Dus het risico om aan corona te overlijden is bij mannen wel echt groter. En dat aantal doden, zitten we nu over de piek? Zal het vanaf nu beter gaan? Zullen er minder mensen sterven? We zitten over die piek. Nog niet zo heel lang, maar ik neem het cijfer er even bij. De piek lag in de tweede golf op 6 november met 216 overlijdens. Maar per dag. Nu per dag, ja, gemiddeld, dat zijn gemiddeldes per dag. Maar nu zitten we nog altijd aan een gemiddelde van 180. Dat is weliswaar minder, maar dat blijft echt wel veel natuurlijk. Ja. En de druk op de ziekenhuizen, is die nog altijd zo groot? Ja, de druk op de ziekenhuizen die blijft echt groot. Dat kunnen we echt niet genoeg herhalen, denk ik. Als we zien nog eens op de grafiek. Dit is de grafiek van het totaal aantal coronapatiënten die nu in de ziekenhuizen liggen. Dat zijn er 5.897. En daarmee zitten we nog altijd op de piek, net iets meer zelfs, dan de piek in de eerste golf. En dat is hetzelfde ook als we kijken naar de afdelingen intensieve zorg. Daar liggen ook nog altijd 1.325 mensen. Dat is ook nog altijd iets meer dan in de eerste golf. En dat is het moeilijke, dat is een moeilijke boodschap natuurlijk, want we zien echt dag na dag die cijfers dalen, zowel de ziekenhuiscijfers als de sterfgevallen. Maar natuurlijk, we moeten nog een heel eind naar beneden. We moeten echt nog heel diep zakken. Ja, nog blijven volhouden. Dank je wel, Cathy, voor de context bij de cijfers. Corona Alert, de Belgische corona-app die je vertelt of je een risicocontact gehad hebt, is nu 2 miljoen keer gedownload. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 mensen met een smartphone in ons land de app gebruikt.
Vanaf nu kan iedereen zelf zijn of haar testresultaat makkelijk koppelen aan de app. Vroeger moest de arts dat doen en dat verliep niet altijd even vlot. En terwijl het coronavirus nog altijd ruim verspreid is, is er nu ook vogelgriep in het land. Sinds vorige zondag geldt er daarom een ophokplicht voor tamme vogels. En daar horen ook de 120 Brugse zwanen bij. De stad kreeg iets meer tijd om ze te vangen, omdat het toch een delicaat werk is. Onze ploeg ging vanmorgen kijken hoe dat ging, vlakbij Begijnhof. Hoe gaan jullie te werk? Dus we nemen dat gewoon aan de nek vast. We zorgen gewoon voor dat ze niet weg kunnen met de vleugels. Want anders zouden ze ons kunnen pijn doen, dat zo zeggen. De Brugse zwanen laten zich opvallend gewillig en rustig vangen en meenemen. Dat komt omdat ze het al gewoon zijn. In de voorbije jaren zijn ze al verschillende keren opgehokt. Maar er is sinds zondag ook voor gezorgd dat ze honger hebben. Vanaf zondag hebben ze eigenlijk geen eten meer gekregen. En dan zie je eigenlijk een natuurlijk proces waarbij dat de zwanen eigenlijk van het water aan land komen. En op die manier, doordat ze dan honger hebben, lokken we hen eigenlijk een beetje met eten. En op die manier kunnen we hen vangen en dan doen we hen een jasje aan. Door het jasje kunnen ze niet meer slaan met hun vleugels of poten. De rest is tilwerk. De jongste beesten, de moeders, de vrouwtjes zo'n toch al 10, 15 kilo zijn. De mannetjes over de 20 soms. Na een korte rit worden ze weer vrijgelaten in dit tijdelijk hotel met zwembad, waar ze geen contact meer kunnen hebben met wilde, mogelijk zieke vogels. Tegen morgen zouden alle 120 zwanen van de Brugse rijen hier moeten zijn. Vraag is wel of de stad Brugge nu niet in groot gevaar is. Want volgens de legende uit de Bourgondische tijd moeten er altijd zwanen op het Brugse water zitten. De burgemeester stelt gerust. Men zegt nu ja, je haalt ze weg van de Brugse rijen. Ze blijven wel binnen de stad, want inmiddels is de stad groter geworden. We zijn Groot-Brugge. Hier is het eigenlijk het vroegere grondgebied Sint-Andries, maar vlak aan de rand van de stad. Dus ik denk dat de stad wel gespaard zal blijven van alle ongeil. Ja, dus grote rampen of een teloorgang moeten we niet vrezen. Nee, daar zijn we van overtuigd dat dit ons niet zal overkomen. De bekende Boerentoren in Antwerpen wordt een cultuurtempel. Het iconische gebouw in het centrum van de stad was tot nu toe in handen van KBC. Maar de bank heeft de toren verkocht aan de Katoen Nazi-groep van ondernemer Fernand Huts en vastgoedontwikkelaar Ion. Die wil van de Boerentoren een cultuurtoren maken, aangevuld met winkels, met horecazaken en appartementen. De werkzaamheden voor de verbouwing starten begin volgend jaar en zullen 3 jaar duren. Op de Grote Markt in Brussel is de kerstboom aangekomen. Ook al zal er dit jaar niet uitbundig gefeest worden, die traditie blijft overeind. Straks gaan we kijken. Eerst gaan we naar Latijns-Amerika. Verschillende landen zijn er zwaar getroffen door de orkaan Jota. Het gaat om de krachtigste orkaan die dit jaar al over de Atlantische Oceaan trok. Tot nu toe zijn er al 30 doden geteld, maar onder meer in Nicaragua, in Honduras en in Colombia wordt nog volop gezocht naar vermisten. Veel mensen zijn alles kwijt. Met man en macht wordt puin geruimd aan de westkust van Colombia. Mensen keren terug naar hun huis om te zien dat er weinig of niks meer van overblijft. Empezaron a traer de nuevo, hermano, porque si al perder todo ahí estaba todo el ahorro de la vida de nosotros. Llevamos 30 años viviendo aquí en esta casa. Emotionele taferelen op een van de Colombiaanse eilanden voor de kust. Mensen zijn hier op zoek naar hun vermiste familieleden. Yo no sé cómo explicar eso. Es algo mejor dicho, es lo peor que un ser humano puede vivir en esta vida. Lo peor, la gente ahora en este momento están en las calles, durmiendo en las calles. Ook Nicaragua is zwaar getroffen. Bij een aardverschuiving in het binnenland kwamen 4 mensen om, maar er zijn nog tientallen vermisten. La recuperación pues ha sido un poquito difícil por la situación de que el deslave ha sido demasiado fuerte. La cantidad de lo que socavó y la cantidad de tierra, lodo, agua. Nederland Honduras heeft dan weer te maken met grote overstromingen. Pas 2 dagen nadat orkaan Jota over het gebied trok, kunnen hulpverleners de meest afgelegen dorpen bereiken. Agradecido con Dios y agradecido con ustedes. Llegaron y nos ayudaron con los niños más que todo, pues uno no importa, pero al final los hijos son los que más interesa. Salvarlos.
Dit jaar trok al een record aantal stormen over de Atlantische Oceaan. Orkaan Jota is de 30ste. Australische elitesoldaten hebben de voorbije jaren in Afghanistan 39 burgers en gevangenen onrechtmatig gedood. Dat blijkt uit een rapport van het Australische leger waaraan 4 jaar gewerkt is. Gevangengenomen Afghanen werden buiten het heetst van de strijd geëxecuteerd in een situatie waarin dus geen gevaar meer was. Soms ging het om ontgroeningsrituelen van jonge militairen. Zeker 19 elitesoldaten zullen vervolgd worden. De hoogste militair van het Australische leger spreekt van een egocentrische krijgscultuur en noemt wat er gebeurd is beschamend. Those alleged to have been unlawfully killed were all people under control, in lay terms prisoners, farmers or other civilians. This shameful record includes alleged instances in which new patrol members were coerced to shoot a prisoner. Further to this, throw-down weapons and radios were also reportedly planted to support claims that people killed were enemy killed in action. Ook in dit uitzonderlijke jaar staat op de Grote Markt in Brussel de traditionele kerstboom. Die is vanmorgen in alle vroegte aangekomen en rechtgezet. Het gaat om een imposante Noordman van 18 meter hoog die gisteren gekapt werd op het domein van een hotel in Robertville in de Hoge Venen. Geen kerstmarkt in Brussel, maar de kerstboom op de Grote Markt die mocht ook dit jaar niet ontbreken. En een al bijna even grote traditie is dat het altijd wel wat voeten in de aarde heeft eer die helemaal recht staat. Gisteren werd deze Noordman gekapt op het domein van een hotel in Robertville in de Hoge Venen. Daar begon hij een andere boom wat te hinderen, maar het afscheid na 27 jaar is emotioneel. On s'attache quand même à un arbre, c'est comme tout, hein. Il a fait partie de notre vie, hein. Depuis qu'on est là, il était là. C'est plutôt aussi un choix émotionnel très, très lourd pour ces gens aussi. Comme pépiniériste, on a toujours un peu mal au cœur. Les sapins, c'est quand on est pépiniériste, on vit ensemble. On voit ça comme, presque comme nos enfants. Hein. Met alle toeristen die wegblijven, zal er dit jaar wellicht veel minder volk de kerstboom in zijn nieuwe omgeving kunnen bewonderen. Maar een vleugje troost en magie is meer dan ooit nodig, klinkt het. Spijtig zijn er echt veel minder toeristen dit jaar. Maar het is ook een boodschap voor de Brusselaars die veel inspanningen doen nu rond de crisis en met respect van de gezondheidsmaatregelen. En het is ook een manier om de Brusselaars te bedanken voor alle hun inspanningen. We kregen bijzondere beelden uit Siberië, in het noorden van Rusland. Een student moet er in een boom klimmen om een signaal op te vangen dat sterk genoeg is om internet te ontvangen. Een heel nieuwe dimensie voor het begrip afstandsonderwijs. Meer hierover na de sport. Dag Eddy, de Rode Hallo. Duivels hebben gisteravond gedaan wat er van hen verwacht werd. Ja, ja, dat was zich plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Dat hebben ze dus gedaan. Wervelend was het allemaal niet gisteravond in Leuven tegen een verdienstelijk Denemarken. Het was wel goed genoeg. Zelfs een zeldzame flater van Thibaut Courtois bracht de Duivels niet in de problemen. Romelu Lukaku maakte alweer 2 doelpunten. Maar de absolute uitblinker van de november Interlands is Yuri Tielemans. 4-2 was de eindstand in Leuven. Corona of niet, dan stap je als Rode Duivel na de match toch zingend de bus op. Het leven van de Rode Duivels is mooi. Jan Vertonghen leidt de zangsessie op de spelersbus na de match. Tijdens de match is er alweer een grote rol voor deze man met de armen wijd gespreid, Lukaku, de verlosser. Op een moeilijk moment voor de Duivels maakt hij 2 goals. De eerste na een goede pas van De Bruyne en met een beetje geluk. De tweede met een krachtige buffelstoot. Na de wereldbeker van 2 jaar geleden hebben de Rode Duivels gescoord in elke match. We zijn heel efficiënt op defensief vlak op sommige momenten. En op offensief vlak hebben we zoveel spelers die een goal kunnen maken bij 1 kans. En, op dit moment is het goed dat we zo'n evolutie meemaken. Maar uiteindelijk hebben we onze identiteit van voetballende ploeg en die moeten we niet verliezen. De Duivels beginnen goed. Al na 2 minuten scoort Yuri Tielemans alweer. Dat deed hij ook tegen Engeland en hij was bepalend tegen Zwitserland. Tielemans is de Duivel van de week.
België heeft alles onder controle tot Wind tegenscoort. Plots is de voorsprong weggewaaid. De goals van Lukaku werken bevrijdend. De Duivels spelen in de finale ronde tegen de Europese top, Frankrijk, Spanje en Italië. But when you see the teams that they are in the final four, this competition is going to get very prestigious and is a tournament that is what you want to be facing. A semi-final in Italy with these sort of teams, it shows you the importance that this competition has for these nations. So for us, it's games that we need. Deze blunder van Thibaut Courtois is gelukkig niet meer dan een groot schrikmoment, 3-2. De Duivels stellen orde op zaken en met de 4-2 van de Bruinen is de finale ronde van de Nations League helemaal binnen. België staat tussen de toplanden. On est devenu une grande équipe, on fait partie de ces grandes équipes maintenant et c'est bien de s'offrir des matchs comme ça. Je pense que beaucoup de gens attendaient ça. C'est vrai qu'on a on l'a fait lors de la dernière Coupe du Monde, demi-finale, et là c'est de nouveau une demi-finale. Voor goed overzicht zijn dit nog een keer de vier landen die in oktober de Final Four spelen in Italië, al moet dat gastland nog officieel bevestigd worden. Naast de Rode Duivels en Italië zijn dat ook nog wereldkampioen Frankrijk en Spanje. Dat is niet meer of niet minder dan een droomkwartet. Op 3 december weten de Duivels tegen wie ze het opnemen in de halve finales van de Nations League. Vier dagen later kennen ze ook hun tegenstanders in de voorronde van de Wereldbeker van 2022 in Qatar. Voetballen, dat doen de Duivels pas weer in maart volgend jaar. Dan spelen ze al 3 kwalificatiematchen voor de Wereldbeker. In juni en juli is er dan de eindronde van het EK. In september zijn er alweer 3 kwalificatiematchen voor de Wereldbeker. In oktober is er de Final Four van de Nations League, zoals al gezegd. En in november spelen ze dan hun laatste 2 kwalificatiematchen voor de Wereldbeker. Druk jaar dus alweer voor de Rode Duivels. Geen interlands in het vrouwenvoetbal deze week. Wel de laatste voorronde van de Champions League in het clubvoetbal. Voor Belgisch kampioen Anderlecht is het een ontgoocheling geworden. Anderlecht verloor in eigen stadion met 1-2 van Benfica uit Lissabon en zit daardoor niet bij de laatste 32. In eigen land is paars-wit momenteel ongenaakbaar, maar de Belgische competitie is natuurlijk de Champions League niet. Ontgoocheling bij de vrouwen van Anderlecht. Benfica heeft hun Champions League-droom aan diggelen getrapt. Ik vind het heel spijt, omdat we hebben zoveel inspanning gedaan voor de transfer, voor de voorbereiding. En nu, oké, het is nu eenmaal zo, het is gedaan. Anderlecht haalde onder meer gouden schoen Tessa Willaar terug naar België. Maar zij kan haar stempel niet drukken tegen Benfica. Paars-wit komt na rust nogthans op voorsprong tegen de Portugese nummer 2. De doelvrouw van Benfica lost de bal. Tisson profiteert 1-0. Ja, dat is altijd leuk om te scoren, maar ik had veel liever niet gescoord en die kwalificatie gehaald met de ploeg. Dus ja, toch een zuur gevoel. Lang kan Anderlecht niet genieten van die voorsprong. Amper 7 minuten later maakt Benfica-spits Sobrinho al gelijk. Het begint bij pijnlijk balverlies van Vatafou. In de Champions League worden zo'n fouten natuurlijk afgestraft. We waren in balbezit meestal. En zij proberen elke keer te wachten op een foutje van ons. En spijtig genoeg, maar die fout is gekomen. Anderlecht is van slag en Benfica maakt het af. Het is weer Sobrinho die scoort. Sobrinho, strafschopgebied in, uithalen. Oh, 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 dat is een mooie goal zeg. En zo de 1-2 op het bord in het voordeel van Benfica. Knappe goal, dat zeker. De Loze krijgt in de slotfase nog de kans om toch nog verlenging af te dwingen. Maar de bal gaat naast. Anderlecht was niet goed genoeg en is uitgeschakeld in de Champions League. Ik vond ook dat wij iets te weinig gebracht hebben. Wat meer gehoopt en het is een grote teleurstelling, maar nu moeten we verder. Verder in de competitie is dat dan. Op de eerste dag van de Europese judokampioenschappen in Praag komen al 7 Belgen op de mat. Voor 5 van hen zit het toernooi er vanmiddag al op. Zij verloren hun kamp in de eerste of in de tweede ronde. Beter vergingen deze Jorre Verstraeten in de gewichtsklasse tot 60 kilogram. Verstraeten neemt het op het einde van zijn gevecht de Turk Yildiz in een houtgreep. Verstraeten wint. Hij mag naar de kwartfinales. Net als Charlien van Snik in de klasse tot 52 kilogram. Met een klem verslaat van Snik in het wit de Oekraïense Borodina.
op de ATP Finals Tennis, zeg maar de Masters Tennis, balanceert na Rafael Nadal nu ook Novak Djokovic op de rand van de uitschakeling. De nummer 1 van de wereld verloor gisteravond van de nummer 4, de Rus Medvedev. Djokovic moet nu morgen zijn laatste groepsmatch winnen, anders haalt hij de halve finales niet. Daniil Medvedev maakte al indruk in zijn eerste groepsmatch tegen de Duitser Zverev. Ook tegen 's werelds nummer 1 Novak Djokovic toont de Rus dat hij in bloedvorm is. Bij 3-3 gaat hij voor het eerst door de opslag van de Serviër. Hij stoomt nadien door naar 6-3 setwinst. Medvedev vindt maar liefst 7 spelletjes op een rij en loopt zo ook in de tweede set uit tot 3-0. Djokovic vindt geen oplossingen om de match te doen kantelen. Ook set 2 eindigt met dezelfde score, 6-3. Medvedev is al zeker van de halve finales. Djokovic, die de ATP Finals al 5 keer won, moet zijn laatste groepsmatch tegen Zverev winnen om ook bij de beste 4 te zijn. Of course, really happy of beating him. Was serving good, playing safe enough in the most important moments, and that's why I got the win. Ja, Djokovic moet morgen winnen. Nadal moet vanavond ook winnen. Of ook hij haalt de halve finales niet. Kan ook een Griekse tragedie worden, want hij speelt tegen Tsitsipas. Oké, dankjewel, Eddy. Met afstandsonderwijs. Zo moeten ze zich ook in Rusland redden in deze tijden van corona. Goed internet is daarvoor erg belangrijk. Maar in een dorp in Siberië is dat een groot probleem. Om het les te kunnen volgen via zijn computer, moet een student een signaal zoeken dat krachtig genoeg is. En dat vindt hij alleen hoog in een boom. Hoog. Universiteitsstudent Alexei gaat naar de les, of beter, klimt er naartoe. Eens hoog genoeg is het de kunst om het beste signaal op te pikken. In zijn Siberisch dorp op meer dan 2200 kilometer van Moskou is het internetnetwerk bar slecht, vertelt hij op TikTok vanuit zijn berkenboom. Дома у меня есть интернет, но только 2G. И, к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что просто он не грузит. И мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Тут высота 8 метров, вот сейчас я примерно. Via TikTok deed hij zijn beklag bij de regionale overheid. Hij vraagt beter internet, want in de Siberische winterkou hoog in een boom zitten is geen lachertje. Het is сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двусторонней пневмонией. Maar bij de overheid blijft het voorlopig stil. Реакции по-прежнему не последовало от губернатора, никто мне не ответил официально. En dus blijft de berg nog wel even de plek voor goed internet. In het parlement worden er straks vragen gesteld aan minister van Energie Tinne van der Straten over de kernuitstap. U kunt het volgen in ons magazine Villa Politica om 3:15 op 1. Het journaal begonnen we met een vooruitblik naar de eindejaarsfeesten of wat daarvan mogelijk zal zijn. Alvast in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen wordt vuurwerk tijdens de oudejaarsnacht verboden. Nog een mooie dag en graag tot vanavond. In overleg met de burgemeester is beslist om dit jaar alvast zeker geen toelatingen te geven om vuurwerk af te steken. Geen overleg, geen compensatie, er wordt niet over gesproken. Woedend, machteloos, zeer boos, zeer kwaad. Het is ingeslagen als een bom. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.